ontwikkeling van de techniek is grandioos en magnifiek. Ik zal de laatste zijn die dat ontkent. Zo'n 50 jaar terug vond men een sukkelgang al vlug, terwijl je nu voordat je het weet in Hongkong bent. Ik wil u niet aan het schrikken maken of de burgerluchtvaart kraken, maar dat vliegen vind ik toch een enge boel. Ik doe het in mijn pantalon en in mijn schoenen zit beton, als ik me boven iedereen verheven voel. Want weet je wat er kan gebeuren? De zus of zo gaat scheuren, er komt een kaper uit de mouw ver van de kust. Oh, maar helemaal te zwijgen van dat landen en dat stijgen. Nee, zo'n vliegreis is voor mij beslist geen must. De stewardess vertelt je even hoe je een ramp moet overleven, maar ik vind vallen van zo'n hoogte ongezond. En ook al kost die dan een prikkie, geef mijn ticket maar aan Vicky. Als het even kan, blijf ik laag bij de grond. Om een betoog kracht bij te zetten, bijt ik enkele coupletten aan een zeer mysterieus luchtvaartverhaal. Het zou je zeker interesseren, wat er in die hoge sferen kan gebeuren met zo'n vogel van metaal. Het gaat over zo'n Boeing, zo'n joekel van een onding, zo'n luchtreus met een bobbel op zijn kop. Er gaan 400 man en meer in zo'n dun metalen peer. Met meer zielen zoek je het leuker hogerop. Er is zo'n 747 in de ijle lucht gebleven. Op een avond steeg hij op, maar nog steeds kwam hij niet aan. Er werd nooit meer iets vernomen, wat is hem overkomen? Het monster dat de mist is ingegaan. 747, waar ben je toch gebleven? Vlucht 438, wat is er misgegaan? Er is niets van je gevonden, heeft de luchtje soms verslonden. Vlucht 438 ging weg, maar kwam nooit aan. Het laatste dat men heeft gehoord was nogal vaag en vrij gestoord. En een hulpploeg ging er dadelijk vandoor. Maar men vond geen ene moer of een schroef van het hoogteroer. En de wetenschap zocht er een reden voor. Volgens grote theologen was de kist zo hoog gevlogen dat God hem had gegrepen met zijn hand. Men zei dat is prachtig, want zie hier, nu is elke passagier zeker in de hemel aangeland. Dat was onzin en gelogen, zeiden parafutologen. Volgens hen zag iedereen het glad verkeerd. Want de som van het kwadraat was precies 1/4 graad en dat is altijd evenredig omgekeerd. Men wendde zich ten einde raad tot een bekende telepaat, die eindelijk na veel gepraktiseerd zei: es is niet hier, es is niet daar, hoed auch niet in Amerika, es tut mir leid, ich weiß es auch niet meer. 747 is in de lucht gebleven, vlucht 438 is zeker naar de maan. Want we zochten in de zeeën en in de Pyreneeën het vliegtuig dat in rook is opgegaan. Er kwamen heel wat nee's en ja's, maar hier eindigt mijn relaas. Want nog altijd past men in het duister rond. Je kan een heleboel beweren en met feiten gaan jongleren, maar dat brengt vlucht 438 niet aan de grond. 747, waar ben je toch gebleven? Vlucht 438, wat is er misgegaan? Er is niets van je gevonden, heeft de luchtje soms verslonden. Vlucht 438 ging weg, maar kwam nooit aan. 747 is in de lucht gebleven, vlucht 438 is zeker naar de maan. Want we zochten in de zeeën en in de Pyreneeën het vliegtuig dat in rook is opgegaan. 747, waar ben je toch gebleven? Vlucht 438, wat is er misgegaan? Er is niets van je gevonden, heeft de luchtje soms verslonden. Vlucht 438 ging weg, maar kwam nooit aan.